Zo, nu ben ik aan het opnemen. En het is laatste avond. Ik heb ontzettend genoten gisteren van sommigen van jullie hebben de tekeningen gedeeld in die gesloten groep. En het was zo cool om te zien dat ze allemaal anders zijn. Maar allemaal kan je de energie heel duidelijk waarnemen. En sommigen zijn heel krachtig en heel soort van sterk en krachtig. En sommigen zijn weer heel etherisch en heel, nou ja. En anderen zijn weer een heleboel ruimte. En dat je veel mogelijkheden waarneemt vanuit de ruimte. Dus ik vond het heel gaaf om ze allemaal dezelfde opdracht. En omdat we allemaal anders zijn en allemaal andere capaciteiten hebben, komen er heel andere energieën doorheen. En daar genoot ik ontzettend van. Dus ik wil jullie eigenlijk eerst. De entiteitenboek is te koop. Ja, ik weet niet ik denk dat Simone voorraad heeft. We gaan vandaag ook weer zo'n oefening doen en ook weer tekenen. Maar eigenlijk als eerste wou ik jullie vertellen wat een cadeautje is. Want ik heb zo genoten door hele 4 avonden. En nou ja, vandaag zal het niet anders zijn. We worden nog beter. Dat ik op 5 oktober heb ik zo'n spelen als een kind met je bedrijf. Want in je bedrijf gebruik je, als het goed is, jouw capaciteiten opgezet. En daar wil ik jullie 50% korting op geven. Voor iedereen die op de call is. De call kost, dat is maar 1 avond. En die kost €40. Dus jullie kunnen, als jullie dat leuk vinden, dat tekenen vooral. Maar daar gaan we echt veel opdrachten doen, energetische oefening en dan tekenen, dan de energie tekenen. En ik ga ook faciliteren van allerlei dingen waarmee je zit binnen je bedrijf, of met communicatie, of met cliënten aantrekken, of bla 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 bla. Promotie, wat je kan bedenken, of je capaciteiten inzetten binnen jouw bedrijf. Maar is het zo'n tekencall. En ik ga dat met opnames in de e-mail zetten. Als je dat leuk lijkt, als je dat leuk vindt, dan hebben jullie 50% korting. Want dat is gewoon. Ik vind het te leuk om met jullie te spelen. Ik zou het gratis, denk ik, ook doen. Maar dat werkt. Ze zeggen dat het niet werkt. Dus dat doe ik niet. Wat staat er? Oh ja, volgens mij kunnen entiteitenboeken zijn volgens mij inderdaad te bestellen bij Simone. Weet ik niet zeker. Er is een nieuw besteld. Dus dat gaan we doen. Ik zet de link voor het evenement met de opnames. En dan kan je je aanmelden. En dan stuur ik pas ergens aan het eind september weer e-mail met de gegevens. Zijn er nog, voor degenen die nieuw erbij zijn gekomen, zijn er nog vragen sinds gisteren? Of nog vragen over wat dan ook? Want het is vandaag de laatste keer. En jouw vraag kan altijd een bijdrage zijn voor iemand anders aan de call. Dus als je nog dingetjes wil weten, of opmerkingen hebt, of dingen hebt, wat dan ook, waarvan je denkt dat je dat nog wil vragen of bespreken, kan je typen of kan je naar me zwaaien. Dan unmute ik jullie. Gwen wil iets. Vertel. Je zit te zwaaien. Oh, ik ben alweer. Zo. Ja, nu kan je praten volgens mij. Nee, het was mis. Ik was meer aan het zwaaien. Oh, je was alleen aan het zwaaien. Je hoeft niks te zeggen. Het is een beetje donker. Zal het licht aan doen. Sorry. Nee, is goed. Leuk, leuk om je te horen. Zo, ik heb vandaag geluisterd, maar bij mij komt niks boven om te tekenen. Oké, cool. Daar had ik het met iemand anders ook al over. En ik zat dat vandaag ook nog te bekijken. En dus waar ben je naar op zoek om te tekenen? Is eigenlijk, je tekent niet iets wat je ziet. Want wat je ziet is al beperking. Je tekent echt dingen die je waarneemt. En je vertaalt het dus eigenlijk naar energie en naar vorm. Sommige mensen zullen heel duidelijk dingen zien in kleuren. Maar wat bij mij gebeurt is eigenlijk dat ik heel duidelijk de energie waarneem. En soms is het ruimte en heel expansief. En soms is het heel bijna compact. Bijna een soort van heel ding.
En dat is eigenlijk wat ik teken. Dus het is niet dat je, dat je dingen voor jou hoeft te zien, maar wat neem je waar? Wat is de energie van wat je waarneemt? En daarvoor is belangrijk dat A, je barrières omlaag zijn, want anders is er geen ontvangen. En B, dat je aanwezig blijft, dat je niet weggaat, dat je niet vertrekt, zeg maar. Dus alles wat het niet toelaat, of om voor de oefening aanwezig te kunnen blijven, wil je dat vernietigen voor iedereen, wil je dat vernietigen en ontcreëren. Kunnen we rijden om voor een boek online shows bij ons? Nee. En ik begin vandaag meer met dat, ook met dat verruimen oefening, zodat je echt er bent en zodat je meer ruimte bent. Gisteren ging het snel en voor sommigen was het gewoon heel makkelijk en voor sommigen is het dan misschien te snel. En voor sommigen is het dan, als ik het langer maak dan te langzaam, dan begin je al te gapen. Dan is het al boring. Dus, het is altijd naar balans zoeken, als er meerdere mensen op de call zijn, altijd naar een balans zoeken tussen wat er nodig is, wat er vereist is. Dus ja, er is ergens TV aan, maar volgens mij is het bij Christine, dus ik zet haar op mute en dan, ja. Ja. Nee, is het weer stil. Ja? Ja? Stel, Dominique? Ja? Nou, na gisteravond, na de tekenen, ja, goed, het erkennen begint steeds groter en groter te worden, ja. Maar wat ik zo vond vanmorgen was dat het op een gegeven moment, ik heb voor zaterdag heb ik een klas eigenlijk staan en ik kreeg in één keer ook door zo van, ja, de energie zit er niet in, dus die klas wil helemaal zich niet vormen. En ik vond het zo cool dat ik dat gewoon kon erkennen en dat er daarna gewoon iets anders omhoog kwam, ja. Wat zich wel mocht vormen. Ja. En dat was echt zo van, wauw. Heel gaaf, dankjewel Dominique. En dat Dank je wel, het is heel gaaf, want wat het zegt is, het zegt ook helemaal niks over jou. Nee. Het is de energie van die dag. En ja. Ik heb het ook wel eens dat ik iets opzet en dan denk ik per weken later, hè? Het is helemaal geen tijd voor deze klant om gegeven te worden. Heel cool. Ja, mooi. Dus voor het eerst dat ik dat echt kon erkennen, zoiets van, wow, dit heeft helemaal niks met mij te maken, maar het heeft gewoon met de energie te maken. Ja, heel dus dat tof. Vond ik zo cool. Op een gegeven moment kan je jezelf ook niet meer verkeerd maken, want het is gewoon... Nee! Ja, ik zat vorige week met Erika in Snake klas geven. En ik zat een klas geven tegelijk online en live. En ik was mijn oortjes vergeten thuis. En op een gegeven moment hoorde ik dus niet wat mensen zeiden. En toen had ik het pas door, weet je, echt 15 minuten aan het begin. En er kwam gewoon geen zelfoordeel op. Ik dacht, nou, dat is wel interessant. Wat is hier nou meer mogelijk? En iemand heeft de oortjes uit de tas gehaald. Die had ik in mijn oren gestopt en de call ging door. Maar ik kon gewoon niet eens... Weet je, toen dacht ik, ja, stom. Ik had het gewoon thuis laten hangen. En ik zag ze nog voordat ik wegging. Maar het was niet soort van, oh my god, weet je. Nee. Er is iets helemaal mis met mij. Nou, hier moet iets wel mogelijk zijn. Want dit is niet hoe het eindigt. En dus dat is ook, als we erkennen wie we zijn. Dan is er altijd van, nou, dat is er altijd iets mogelijk. En anders gaan we altijd zoeken naar wat we niet zijn. En daar gaan we in oordeel, daar gaan we hartstikke in creatie van verkeerdheid en in oordeel in. En wat als dat niet meer nodig is? En voor iedereen op de call, alles wat jij niet toelaat om vanuit weten die je bent, wie je bent, functioneren als jezelf, om ook niet meer te oordelen over jezelf, wil je dat vernietigen en ontcreëren. Goed en bedrijven om een boek online shows, boys and beyonds. Want als je jezelf je capaciteiten erkent, dan begin je anderen ook meer te zien voor wie ze zijn. Het gaat eigenlijk, ik zag vandaag een hele leuke graphic op Facebook, ik weet niet bij wie of waar. Maar dat ging over relaties en het ging eigenlijk over dat alle relaties die je hebt in jouw leven zijn spiegel van jouw relatie met jezelf. Dus ik werk eigenlijk niet met spiegels, maar ik zie wel dat... Ik zie wel dat ik altijd zelf de dingen creëerde vroeger. En dat dat nu niet meer nodig is. Dus
Maar ja, ik ben nu ook gewoon met mezelf heel anders bezig. Ja, maar ik zag gelukkig hoorden jullie mij wel. Dat wist ik wel, maar ik kon niks horen. Ik dacht zo van, oh, ik hoef niemand muten. Iedereen is zo lekker stil. Echt zo raar. Het creëerde om morgen een filmpje op te nemen over barsbodyprocessen en speciaal dag voor zaterdag. Heel cool, heel gaaf. Dus ja, meer van dat voor iedereen. Het is gewoon heel lekker en heel tof dat je dat had gedeeld. Want dat is eigenlijk de resultaat van je. Als je weet wie je bent en als je weet wat je capaciteiten zijn en wat je bijdrage is. Dan hoef je niet meer gaan naar de verkeerdheid van jezelf, wat meestal toch gekocht is van iemand. Dus dat is meestal niet van jou. Je bent niet geboren met, oh, ik ben verkeerd. Dat hebben we geleerd. En als je dat had geleerd, dan kan je dat ook afleren. En alles wat dat niet toelaat, wil je dat vernietigen en ontkeren. Goed en bedreigd en dan put een pok all night shit poison bij ons. Cool. Dus nu hebben we vier keer gekeken naar wat onze capaciteiten zijn. Of waar ons aanleg ligt. Of waar zitten dingen die... dat is Gwen, wat jij schrijft over een goede co-piloot zijn. Dat is een hele sterke capaciteit. En heel veel mensen, ik had het met Erika een week geleden over. Heel veel mensen denken dan dat ze iets verkeerd doen omdat ze co-piloot zijn. Maar om een co-piloot te zijn, moet je eigenlijk op hetzelfde niveau zijn als een piloot. En je hebt een capaciteit extra en dat is de steun die jij kan zijn, die jij kan bieden. En dat heb ik heel helder gezien toen ik veel aan het hosten was. En ik was meer dan 2 jaar lang aan het hosten. En ik kon het zo goed faciliteren. Ik had in de klas alles door. Ik had alle vragen van de deelnemers door. Maar ik was er als een ruimte. Ik was er als een aanwezigheid. En dat creëerde zoveel gemak voor de facilitator. Dat de klasjes veel groter waren. Alles liep zonder enige hobbels. En de creatie was eigenlijk, het was eigenlijk mijn creatie en de facilitator verscheen en gaf de klas. En ik zag het nooit als een verkeerdheid van mezelf, want die klas is zonder mij. Of zou er niet ontstaan, of zou de helft zo groot zijn. Dus overal waar je, voor iedereen op de call, overal waar je dat hebt, en het nog niet had erkend als een capaciteit en kracht, wil je dat vernietigen en ontcreëren. Goed en bedrijf en dan put een pok all natures boys en bij ons. En waarom ik daar aandacht aan besteed en waarom ik daar ruimte voor heb. Als je een bedrijf hebt en ben jij eerste piloot. Op een gegeven moment als je bedrijf groeit, heb je co-piloot nodig. En als je dat steunende energie ergens niet hebt en niet kan zijn. Dan zal jouw co-piloot zich nooit fijn voelen. Nooit gezien voelen. Nooit gehoord voelen en nooit comfortabel voelen. En dan kan jouw bedrijf ook niet groeien. En dat is wat op een gegeven moment met sommige facilitators waarmee ik wel werkte gebeurde. Dat ik me niet erkend voelde voor al de capaciteiten die ik kon inzetten in de creatie. En daardoor eindigde de hele ding. Dus het is ergens nodig om dat ook te kunnen zijn. En als je weet dat je dat bent, dan kan je dat inzetten en jezelf daar niet verkeerd voor maakt. Dan dat is gewoon iets heel essentieels eigenlijk. En daar vandaan, vanuit dat ruimte kan je andere mensen ook goed faciliteren. Want je kan je ook makkelijk verplaatsen in anderen. Dus het is absoluut een enorme bijdrage. Ja, precies zoals Erika voor mij. Ja. En ik zeg het ook in elke klas upfront. En ik herhaal het in elke klas. Want mijn energie in de klas... Ik kan me veel makkelijker ontspannen als ik weet dat zij er is. En al de praktische dingen geregeld zijn. En zij is er niet alleen voor praktische dingen. Maar ook met haar ruimte zoals ik er vroeger was voor andere facilitators. En het is echt niet makkelijk... om iemand te vinden die dat ruimte kan zijn en die over de ruimte beschikt. En ja, dus dat het is eigenlijk iets voor als je dat vindt binnen jouw bedrijf of als je dat zelf bent, iets om ontzettend dankbaar voor te zijn. Want het is een hele sterke capaciteit en overal waar het verkeerd gemaakt wordt en waar je aangepraat wordt, dat als je dat
niet zou kiezen dat je meer creëert. Het hoeft helemaal niet zo te zijn. Ik weet dat in die 2 jaar dat ik aan het hosten was, heb ik zoveel gecreëerd voor mijn bedrijf zoals het nu is. En ook financieel zoveel gecreëerd wat ik nooit had kunnen bereiken als ik in mijn eentje ging. Dus het is altijd kijken wat wel en niet... Het is altijd kijken naar wat wel en niet werkt. En niet iedereen hoeft alles te zijn, maar welke capaciteiten heb jij? En dit is echt een wat ik had gecreëerd toen ik hostte. Heel veel contacten, ontzettend veel contacten van mensen waar ik voor hostte, hadden al energie van een CF. En ik was bars facilitator. En wat ik had gemerkt, als je eenmaal CF wordt, dan is je bereik groter van al de energie die jouw lichaam al heeft gezien bij Gary en Dane in al die classes. Dan functioneer je vanuit andere ruimte. En ik wou niet binnen een half jaar CF worden. Ik wou echt al die classes rustig op mij laten inwerken. Zodat ik het echt ben als ik er ben. Niet zodat ik alles had betaald en dan kan ik niks faciliteren. Dus ik heb gewoon rustig tijd genomen. En in al die classes die ik had gehost, heel veel ervaring opgedaan. En ook de ruimte gewoon rustig opgebouwd. Zodat toen ik de CF-klas had gedaan, wist ik eigenlijk wel hoe ik alles kan faciliteren. En wist ik hoe ik al die tools kan inzetten. En wist ik ook welke tools er zijn. En dat kan je in een half jaar doen, maar dan dat zou niet voor mij werken. Het is zoveel zoveel verschillende calls en classes die je moet nemen. Ik zou dan die classes en calls betaald kunnen hebben, maar ik zou dat nooit kunnen zijn. en dat was voor mij gewoon veel slimmer om het op zo'n manier te doen. Omdat ik mijn lichaam ook mee kan nemen en ik faciliteer mijn lichaam ontzettend veel en dat deed altijd. Maar de ruimte die jouw lichaam is verandert ook gewoon met tijd. Dat is echt gewoon fysiek spul. Dus dat gaat niet overnacht. Maar goed, nu gaan we de oefening doen. Maar dit was wel leuk om als een van de mogelijke capaciteiten die je hebt of die waar je misschien binnen je bedrijf naar op zoek bent te benoemen. Dus neem een energiebal voor je, lege energiebal, een soort van bubbel. En doe al de capaciteiten en krachten waarvan je weet dat jij ze bent, doe je in de bubbel. Waar we mee kunnen beginnen, aan het begin, ik begin alweer in het midden, is dat je weer op de stoel gaat zitten waar je zit, je lichaam waarneemt. En je barrières laat zakken en je helemaal ontspant, voor degenen die dat nog niet waren. En dat je meer naar de ruimte gaat. De ruimte van de kamer en nog ruimer dan dat. Oké. En nu pak je dus die energiebal die er al was. En prop je al de capaciteiten, talenten, gaves die jij bent. En waarmee we hebben gespeeld en die je had erkend of die je had gezien in ieder geval. Doe je in de energiebal. Ja, cool, gaaf. En misschien neem je al waar dat het ze verruimen, dat het echt dat het expansieve energie is, dat het creëert. Ja? En wat je niet doet, is dat je energie uit het hele universum in die bal trekt. Dat je de gave capaciteiten, talenten die jij hebt, die jij bezit en die jij bent. Dat je die bal vult dus met de energie van het hele universum. Je trekt heel veel energie van het hele kosmos in die bal. Waardoor die bal eigenlijk oneindig groot wordt. Heel cool, heel tof. Nog meer? Nog een beetje? Nu is de energie daarvan heel tastbaar. En wat je niet kan doen, is je kan kleine straaltjes van dat... Van die energie laten stromen naar alles en iedereen die op zoek is naar dit. Naar jouw gaven, capaciteiten, talenten. Net als zonnestraaltjes, kleine straaltjes of net als veters. Hele lange spaghetti.
kan je sturen naar alles en iedereen die op zoek is naar dat. En je kan ze ook sturen naar alles en iedereen die bijdrage wil leveren aan dat. En je laat ze weer teruglopen naar jou en naar de bal, naar jouw creatie. Heel cool. Alles wat er niet toe houdt met gemak, kun je bedrijven en put een boek online, shoots, boys en beyonds. Dus wees een bijdrage aan jou, wees een bijdrage aan jouw creatie, aan wie ben jij een bijdrage? Wie is op zoek naar jou? Wie is op zoek naar jouw talenten? Heel cool. Je kan de straatjes ook laten gaan naar alle plekken, naar alle bedrijven, naar alle gebouwen, naar alle landen die met jou willen spelen. Alle dieren, als er dieren zijn, planten. Mooi. Ja. En dit kan je af en toe doen. Ja? Dit kan je af en toe doen voor jouw bedrijf. Dit kan je af en toe doen voor wat je wil. Daar gaan we zeker ook op die call voor echt voor jouw bedrijf mee spelen. Hoe ging dat? Hoe was dat? Want dat gaan we niet tekenen. Dus vergeet niet wat je had ervaren. En je had niet echt iets hoeven zien. Maar hoe was de energie? We tekenen echt niet. Sommige mensen zien echt dingen. Maar waar ik meestal teken is gewoon de energie. Ja. Hoe was de energie? Was het rood? Was het blauw? Was het koud? Was het warm? Was het vol? Was het... ik kan het niet eens benoemen. Ja, Marianne, wat schreef je? Mooi dat je zegt, de inhoud zijn daar streefde ik vroeger in de praktijk al naar. En oh ja, ik weet wat je bedoelt. Met alles gewoon met gemak op te nemen, al de informatie en zo, dat bedoel je? Ja. Ja, voor mij is het ook, anders geef je les vanuit hoofd. En dan kunnen dat mensen ook alleen met hun hoofd ontvangen. En dan verandert er weinig. Dan voeg je alleen maar meer feiten of mijn. Ja, ik heb het altijd belangrijk gevonden dat wat uit mijn mond komt, dat ik dat eigenlijk ben. Dat ik alles in mij, rond mij... Ja, dat het echt, ja, dat het echt is. Ja, want je kan naar zoveel trainingen gaan waar ze je informatie vertellen. En dan als je de training geeft, dan vertel je weer de informatie verder. Maar daar gaat het voor mij bij Access Consciousness niet over. Voor mij gaat het echt over bewustzijn. En dat moet je zijn. Dat gaat niet over papagaai. Ja, om een toneeltje te spelen en zoveel mogelijk van die toverdingetjes mee te geven. Daar gaat het helemaal niet om. Ja. Het gaat echt om de switch in de bewustzijn. En dat moet van binnenuit komen. En daar gaat ook al de lichaamswerk gaat er ook over natuurlijk. Ja. Ja, heel cool. Met gemak was fijn, super groot en heel licht. Ik word er stil van. Ik moet meteen gapen. Ja, de energie verschuift ook direct als je dit soort oefeningen doet. Groen en blauw gaaf, oneindig. Ja. Voel vooral warmte, fijne warmte, heel licht, koud en fel energie. Dus het kan allebei zijn. Het kan, voor sommige mensen zal het warm zijn. Voor sommige zal het koud zijn. En het is niet goed of slecht. Als het koud is, dan kan het zijn dat je naar de... Hoe heet het? Naar de vortex gaat. Dat je dus echt één bent met alles. Net als wat er gebeurt in de foundation class, dat je bijna, weet je, soms dat je bijna trilt of dat je niet dat kan. Vaak als je dat koud hebt, dan is het vortex en dan ben je eigenlijk al oneindig. Veel energie, ontroerend, stralend, kat licht alvast geplakt op schoot. Fijn was of alles boven mijn hoofd uitging. Ja, jullie kunnen al tekenen. Als je al papier en krijtjes of potloden hebt, dan kan je niet kijken naar wat er wil ontstaan vanuit dat. Mooi groot, zoog er in de energie en er weer uit erna. En zag heel fijne gouden straatjes uit de energiebal komen. Ja, dat vind ik gewoon... Dat,
vanuit Access is dit een manier om te creëren. Ook je cliënten aan te trekken en ook verbindingen te maken. Dat, volgens mij is dit hoe ik contact krijg met al die venues, met al die locaties die mij vinden, waar ik de classes faciliteer. En dan stuurt de host weer plaatjes en alles ziet er geweldig uit. En ik had niks moeten, uitzoeken zelf. Dat gaat gewoon met de energy pool, creëer de energie voor jou. Je moet het alleen niet vergeten te doen af en toe. Kan ik jullie niet hosten, ja. Kan niet echt meer soepel typen. Nee, dat is oké. Het voelde alsof ik door een hele reeks dimensies keek. Oneindig. Hoe wordt het groot? Het wordt heel groot. Ja, heel cool. Heel gaaf. Heel gaaf. En ik weet niet of iedereen gisteren ook op de call is geweest. Ik heb gisteren in het evenement een groep geplaatst waar de plaatjes ingedeeld kunnen worden. Er waren gisteren ook al hele mooie plaatjes in gepost. Dus daar kan je, als je wil, dan voeg ik je ook toe en dan kan je daarin kijken. En als je wil, kan je jouw tekening ook daarin zetten. Heel leuk. Misschien had ik tekenjuf moeten zijn. Mijn moeder was tekenjuf. Dus, en ik moest, nee, moest, ik moest niet. Maar ik ging vanaf dat ik 7 was, volgens mij, een keer in de week naar zo'n artschool. Wat heel leuk was. Dat werd gegeven door echt kunstenaars. En dat waren echt geen leraars. Die lieten ons altijd gewoon doen. Doen wat we wouden doen, maar hele vrije geesten en zo. Wat ga ik nu tekenen? Nou, eigenlijk de energie van de energy pool. En dat is gewoon heel, ja, dat is heel simpel. Soms zijn dat, ik moet het niet invullen. Soms zijn het een paar kleuren en soms is het, wat voor vorm is het of wat voor gevoel geeft het jou? Eigenlijk de gevoel die het jouw lichaam geeft of de gewaar. Wording die je had tijdens die oefening. Wat we net deden. Dat is het. Een beetje. Zo. Oh ja, en wat ik jullie nog wel vertel terwijl jullie tekenen, is dat ik vrijdag geef ik ook een call. En die gaat over communiceren met lichamen. Dus dat wou ik alleen enkel benoemen voor degenen die er nog moeite mee hebben. Of die erin geïnteresseerd zijn. Sommige mensen die op de call zijn al ingeschreven. Dat gaat echt over wat het heet, maar wat zegt mijn lichaam dan? En dat gaat over hoe je de signalen die jouw lichaam jou geeft, eigenlijk makkelijker kan ontvangen. Zodat er met alles meer gemak komt. Zodat jouw lichaam niet hoeft te schreeuwen. Dus dat is komende vrijdag. Het is eigenlijk live class in Alkmaar en ook tegelijk ook online. Ik zie een paar mensen die meedoen. Ja. Erika heeft al iets. Cool. Energy pool. Ja, mooi. Mooi, mooi, mooi. Ja, precies. Dus we gaan echt... Ja, Marianne, mooi. Echt verbonden met van alles. En heel cool. Ik wil ze eigenlijk, degenen die dat goed vinden, ik wil ze heel graag. Net ja, leuk. Tof, ja. Ik wil ze heel graag zien in de groep als jullie dat goed vinden. Het is zo tof hoe de energie verschilt.
word er altijd heel blij van. Ook als ik het straks in de groep zie, dan het is gewoon allemaal. Elke is anders en het maakt niet uit of je krijtjes gebruikt of potloden of je stiften gebruikt. De energie is gewoon heel duidelijk. En het gaat ook niet om of het mooi of lelijk is. De energie is er gewoon als je later kijkt. Dus op vrijdag zal het gaan over lichamen en over communicatie met lichamen. En ik ga heel erg op vragen in. En we gaan ook wat oefeningen doen. We gaan niet tekenen vrijdag, maar wel wat dankbaarheid met naar je lichaam oefening doen en dat soort dingen. En, 5 oktober is donderdag. Als het goed is, dan is dat de business call. Waar ik jullie helft cadeau wil geven. Hey, ik heb ontzettend genoten met jullie. Wil iemand nog iets delen of zeggen? Of vragen? Want ik heb nog wel even, maar de tijd is natuurlijk al... Ja, Jannie. Oh, dit is echt zo gaaf. Zo cool. Eigenlijk wat we vandaag deden is echt een creatie. Dus dit is overgang van erkennen naar creatie met je gaven en capaciteiten. De energy pool oefening kan je inzetten voor als je wat dan ook wil creëren. Bedrijf of class of call of ja, wat dan ook. Ja, time flies. Nou, geweldig. Dank jullie wel. En je kan altijd nog... je kan altijd nog mailtjes sturen als je dingen wil weten. Of als je nog... Een aantal mensen hebben mij gevraagd om de demon clearing. En die stuur ik jullie direct. Heel cool. Dank jullie wel. Ik zie jullie volgende keer voor iets anders. Bye bye. Fijne avond. Leuk.